Of je nou brandweerman bent of bij je vader op de schouders zit, iedereen wil de koploper zien. En dus is PSV hot. Iedereen zoekt een goed plekje, dat doet Imad Naya ook. Hij speelt vanavond met Jong PSV de opening van het seizoen tegen Jong FC Utrecht. En goed nieuws op het trainingsveld. We zien dat Otman Bakal weer terug is. Gretig en wel. En over gretigheid gesproken, de trainer paast ook nog even soepel mee. Daar ging het om vandaag. In kleine ruimte het spel verplaatsen. En dan op tempo op het doel van Andreas Isaksson af. Met afronden als gevolg. Ballas Dudzak maakt de reis naar Rusland, naar Novosibirsk, niet mee. Nordin Amrabat zou zijn vervanger wel kunnen zijn in de basis. Manolev en Marcelo worden nog even bijgepraat. En de bus staat al klaar om PSV morgenochtend vroeg naar het vliegveld van Keulen te brengen voor vertrek naar Rusland.